Als je wil weten wie je bent, moet je weten van waar je komt. Met deze woorden benadrukt de socioloog Elvira Broes-Sandy het belang van slavernijgeschiedenis heden ten dagen. Ook is de socioloog van mening dat het voor de nieuwe generatie van eminent belang is om de slavernijgeschiedenis te blijven onderzoeken voor het nageslacht. Dat kan door middel van je eigen stamboom onderzoeken en deze informatie vervolgens vast te leggen ter educatie van overige Surinamers, meent de socioloog. Ik roep vooral de nazaten op, doe dat. Begin gewoon met je familie, eigen familie informatie. En breng het dan, zo breng je het dan. Want naarmate je het verhalen gaat horen, ga je nog meer belangstelling krijgen zoals ik. Ik hang aan de lippen van die Biggie Smalls, toch? En zo krijg ik de informatie. Wat je dan doet als die Biggie Smalls zegt, dat is gebeurd op zo'n dag op de plantage, dat je gaat graven in de archieven. Ter bevestiging en ook ter uitbreiding van die informatie die er dus daar is vastgelegd. Dat is mijn oproep aan alle nazaten van slaafgemaakten in Suriname. Onderzoek zelf je eigen slavernijgeschiedenis. Broes-Sandy zei voorts dat de gebeurtenissen op de verschillende plantages een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Suriname. Vooral op religieus gebied en de gevolgen die gepaard gingen met de komst van slavernij. En naast Bernsaba zijn er ook andere plantages, binnen en buiten Para, waar de IBG zich inderdaad heeft gevestigd. Toch? En binnen de slavernij, maar ook ver daarna en tot nu toe een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van plantagebewoners van Surinamers. En de socioloog werkt verder aan het vastleggen van de geschiedenis over plantage La Prosperité, die terug te vinden is in de 3 door haar geschreven geschiedenisboeken. Meer hierover morgen in ons programma In Gesprek met om 5 uur op kanaal 12.1.